Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 24 november 2015. Dat is het bulletin van dinsdag. Vandaag opnieuw Contestia in de uitzending, maar in afwijking van eerder is het dit keer de hele uitzending in Contestia met 4 tonen. Dus 4 tonen in plaats van 2. De rest van de instellingen is gelijk en anders, met ook weer 355 Hz als centrale frequentie. Morgen doen we opnieuw de testen dan met 8 tonen. Morse ging gisteren wat wisselend, dat wil zeggen de morse op de plek van Contestia. Bij enkele mensen ging het net als bij mij fantastisch. Snel, foutloos, maar bij redelijk wat mensen werkte het niet of nagenoeg niet. Voordat ik daarmee verder ga, wil ik eerst nog wat dingen uitzoeken. Er is niet zo heel veel nieuws momenteel. Op amateurradio.com staat geregeld een artikel over mensen die op NDB's jagen. Dat wil zeggen dat ze de ouderwetse omnidirectionele lange golfbakens voor de luchtvaart die onder 500 kHz werken over zo groot mogelijk afstand proberen te ontvangen. Deze bakens zijn goed te herkennen aan de identificatie in langzame morsen. Ik weet eigenlijk niet of dat in Europa gebeurt en of er überhaupt nog wel van dat soort bakens hier zijn. In de jaren 60 en 70 komt het wel voor dat straaljagerpiloten van de luchtmacht de zender van Radio Veronica met 557 kHz, slechts een heel klein beetje hoger dan de echte bakens, gebruikten als navigatiebaken. Etenpiraten.com maakt opnieuw melding van een drukke dag voor agentschap Telecom. Zoals de meeste zondagen tegenwoordig was het vandaag ook weer een drukke dag voor de heren, zo schrijft de site eergisteren. Vanmorgen rond 9 uur was het eerst tijd om een station uit te peilen in de locatie Elim, Drenthe, gemeente Hoogeveen. Deze was net op tijd om de zender uit te zetten. Daarna was het aan het begin van de middag tijd om Radio Aluminium uit de locatie Hengevelde in Overijssel, gemeente Hof van Twente, uit de lucht te halen. Dit station zond uit op 97,0 MHz, een populaire piratenfrequentie is dat, met 1200 watt vanuit een boom met ongeveer 25 meter hoogte. Foto's van deze installatie staan op de site. Toen men hier klaar was, was het de beurt aan station KVP uit de omgeving Slagharen Overijssel, die uitzond op 95,9 MHz. Dit station stond uit met een vermogen van 250 watt op 25 meter hoogte. Hier is de gehele installatie meegenomen, maar de antenne is blijven hangen. Ja, ik heb tenslotte nog 2 delen van de serie over nummerstations van vorige week liggen. Nu volgt dus deel 3, een van die 2 delen. Deze serie is in het Engels met soms wat Russisch. Radio Scanner, where the people have discussed that to be 69th transmission center near the St. Petersburg. And the Vulcan is call sign for that. Iskra is the call sign for some transmission center Moscow. So next up, it says available, but I don't know if anyone else heard this GO6 message with double voice. I've had a listen to it. It's not quite a double voice. It's more, it's got the timing all wrong. So we'll just play a quick sample for you now. And as you can hear in that one, GO6 is a little messed up. It's got pauses, it's got numbers too quickly next to each other, it's running it's falling over itself all the time. It's a bit of a messed up transmission. But not much to say on that one, it's just a bad broadcast. Right, so yeah. In that case, it was you and Toto, but Toto has timed out the GO6 screw up on Thursday the 6th of March.
Okay, I remember being here for this, but so much has happened. It's been such a week. There's been so many things going on with so many stations, I can't specifically remember. I'm actually going to have to take a listen to this one briefly. Okay, in that case, yeah, I've listened to the ES6 now. I remember what's going on. It was just a general screw-up. So. Zeg, heb jij nog wel eens iets van die PD0AC gehoord? Nee, die hoor je nooit meer. En Simon PA9TV? Nee, die loopt met Geertje op de hei achter de capybara's aan. Oh ja, dat is zo ja. En van Ben PA2OLD? Nee hé, die is veel te druk met zijn rondes. En die oude brombeer dan, hoe heet die ook alweer, die misantroop? Oh, je bedoelt Adrie? Nee, ook alleen maar op zaterdagavond. Als hij niet die dag met een goede vriendin inkopen aan het doen is. Jammer toch, best wel triest eigenlijk. Hoog tijd dat we de feestdagen weer krijgen. Dan kruipen ze allemaal wel weer uit hun schulp. Ja, dat denk ik ook.